Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op deze satellietfoto van half zeven vanochtend zien we dat de bewolking overheerst in Nederland. Uit het wolkendek valt ook nog steeds wat lichte neerslag in de vorm van wat motsneeuw in het noorden... en een wat lichte motregen in het zuiden van het land. Daartussenin is het een beetje een mengelmoes van neerslagsoorten. Vanmiddag ligt de temperatuur zo rond het vriespunt in Groningen tot plus 5 graden in Limburg... Verder kan het lokaal glad zijn door bevriezing van sneeuwresten of natte weggedeelten. Er waait een stevige wind uit het oosten tot noordoosten, matig, in het noorden vrij krachtig en in het Waddengebied soms zelfs krachtig, windkracht 4 tot 6. Vanavond breiden de opklaringen zich verder uit en dan gaat het overal licht vriezen. Morgen overdag dan stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen uiteindelijk weer net iets boven het vriespunt. In het oosten en noordoosten kan het licht blijven vriezen. Verder hebben we zonnige perioden blijft het droog, bij nog steeds een matige oostelijke wind die het voor het gevoel een stuk kouder maakt. Vrijdag opnieuw temperaturen overdag net iets boven nul, in de nachten licht of matige vorst. Vanaf zaterdag zien we de middagtemperatuur wat oplopen, maar nog steeds blijft het s'nachts licht of lokaal matig vriezen. De wind is oostelijk en matig kracht 3 of 4. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl